De oogleden van Marcella Rijn hangen op haar wimpers. En om dit te compenseren trekt ze de hele dag haar wenkbrauwen op. Tijdens een gecombineerde ingreep worden beide problemen vandaag verholpen. Je ziet het ook wel heel erg. Het hangt heel erg. Dus je kijkt altijd vermoeid, een beetje droef. En de neiging om altijd het voorhoofd op te trekken. Ik heb er last van. Dat uit zich in, vooral tegen het einde van de dag aan, dat ze nog meer gaan hangen. En dat ik er echt hoofdpijn van krijg. En aan plastisch chirurg de Blecour om hier veranderingen in te brengen. Maar voordat de operatie begint, bezoekt hij Marcella eerst nog eventjes op de verpleegafdeling. Ga ik eerst even kijken, want het voorhoofd helemaal ontspannen. U doet meteen weer de ogen open door het voorhoofd aan te spannen. Mm-hmm. Kijk, aan de buitenste helft van de wenkbrauw komt net even enkele millimeters hoger. Dus niet dat hele verbazen centimeters hoger. Het gaat echt om millimeterwerk en dat hij minder de neiging heeft om naar beneden te zakken. En dan halen we ook de losse huid van uw bovenooglid. De overtollige losse huid van uw bovenooglid weg. Nou, fantastisch. Ja. Maar dat kan niet zonder eerst de oogleden en wenkbrauwen af te tekenen. Heb ik dan straks gewoon weer een ooglid? Ja, u krijgt uw eigen ooglid weer te zien. Dus niet een heel ander ooglid. U krijgt ook geen andere oogopening. U krijgt gewoon uw eigen ooglid te zien, wat nu verborgen gaat achter die losse huid. Exact, ja. En dat zal prettiger aanvoelen. Dat zal er uiteraard ook gewoon frisser en minder vermoeid uitzien. Ja. In Bilthoven is de gecombineerde wenkbrauwlift en ooglidcorrectie van Marcella begonnen. Plastisch chirurg Adriaan de Blecour start met de oogleden. Ik begin met de oogleden omdat ik dan straks als ik die wenkbrauw doe, beter kan beoordelen hoeveel bij die wenkbrauw ik moet weghalen. Om te voorkomen dat het oog straks dat ik te veel weghaal en het oog open staat. Uiteindelijk haalt Adriaan de Blecour een centimeter huidoverschot van de bovenoogleden weg. En daarna zijn de wenkbrauwen aan de beurt. De stand van de wenkbrauw is zeker bepalend voor gezicht. Waarschijnlijk heb je het bij deze patiënt ook wel gezien, als hij met name die buitenkant zo naar beneden zakt, dat geeft toch een beetje een vaak wat treurige gelaatsuitdrukking. En zeker tezamen dan met overtollige ooglidhuid geeft dat ook nog eens een vermoeide uitdrukking. De komende dagen moet Marcella rustig aandoen. En over 2 weken zal er van de ingreep nauwelijks nog iets te zien zijn. De ooglidcorrectie en wenkbrauwlift van Marcella is inmiddels alweer een paar weken geleden. Ik heb er waanzinnig tegenop gezien. Ik ben niet zo iemand die snel wat aan mijn uiterlijk zal veranderen. Maar in dit geval, ik had er gewoon hartstikke last van. En als ik het nu bekijk, en dat is niet om een commercial te doen, maar ik had echt zoiets van, ik had het veel eerder moeten doen. Ik heb geen koppijn meer. Ik heb geen gevoel meer dat ik iedereen zo moet aankijken aan het einde van de dag. Ja, het is voor mij, ik ben er super blij mee. Mensen zeggen wel vaak van, goh, je hebt een veel frissere blik gekregen. Maar ze zien niet echt dat er wat gebeurd is op de een of andere manier. Dus dat vind ik ook wel heel prettig.